In 2019 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. In november 1944 zijn de kernen van Pelé Maas bevrijd. In deze serie brengen we verhalen uit de oorlogstijd en de bevrijding. Elke dinsdag vanaf 6 uur na het nieuws op PNM. Vanaf 1938 waren hier in Meijel 1000 Nederlandse militairen ingekwartierd. De voormobilisatie ter bescherming van de grens. In diezelfde tijd werd ook de pilgraamstelling aangelegd. Een verdedigingslinie tussen Weert en Graven met kazematten, prikkeldraadversperringen en grondstukken die onder water konden worden gezet. Maar dat alles kon niet voorkomen dat ook hier de Duitsers op 10 mei 1940 Meijel innamen. De oorlog was begonnen. Dus flink gevochten. Het ging op en neer. De kerk is opgeblazen. Dus dan waren de Duitsers, dan waren de geallieerden hier. Dus het was wisselen van de wacht. En ondertussen de boeren die toch hun vee wilden verzorgen, stiekem meer terugkwamen. Waar ook weer mensen bij verongelukt zijn omdat ze op een mijn liepen. Ja, dat is allemaal gebeurd in Meijel. Heel veel slachtoffers. Als u de geschiedenis daarop naleest, ja, en u kunt het in Meijel ook nog zien, wat is er nog over van gebouwen van voor de oorlog? Zeer weinig. Allemaal weg. Op 25 september 1944, toen de geallieerden al zo'n 4 maanden bezig waren met een bevrijdingstocht, kreeg Meijel de grootste klap. De kerk werd rond 8:45 ochtends door de Duitsers opgeblazen en daarmee het hele centrum verwoest. Op 25 september plofte de kerk en ik woonde toevallig in dezelfde straat. Wij moesten vertrekken. De nacht ervoor sliepen we in een huis er tegenover, omdat daar de eerste granaten neerkwamen. Tussen twee haakjes in de militaire spectrums wordt verteld dat er in Meijel tussen de 45 en de 50.000 granaten neer zijn gekomen. En de eerste die daar neerkwamen, dat waren de Engelsen. En daar verongelukten ook mensen mee, vandaar dat we die nacht de kelder in moesten. En dat is doorgegaan tot ongeveer november. En dat had natuurlijk te maken dat sommige mensen, weet je wel, dus vee hadden, dat vee werd verzorgd en die konden niet weglopen. Dus een gedeelte van die mensen is in Meijel gebleven. Dus, en daar hoorden wij ook bij, ofschoon wij natuurlijk ook, net als de anderen, de 10e mei, geëvacueerd zijn geweest in Heusden. De indruk van de Meijelse mensen om hun eigen heem te moeten verlaten, om hun eigen woonplek te moeten verlaten, opgevangen te worden, hoe hartelijk dat ook is, op een andere plek, dat maakt altijd indruk. En het terugkomen in Meijel is daarom weer een nieuw feest geweest voor de mensen, weer terug naar hun eigen vertrouwde omgeving waar ze hun eigen bedrijf hebben enzovoorts. Meijel leek bevrijd, maar de ergste maanden moesten toen nog komen. Tussen 27 oktober en 17 november werd hier in Meijel ontzettend veel gevochten. En schoten de geallieerden en de Duitsers continu tegen elkaar. De eerste keer bevrijding is een bevrijding geweest, maar daarna hebben de Duitsers en de geallieerden elkaar rond de Peelgrandbreuk op en neer geschoten. Hè. En daar moesten vooral de inwoners niks van hebben. En dat is ook de reden waarom ze gevlucht zijn en ontzettend hartelijk ontvangen zijn door de bewoners, onder andere van Heusden, waar de evacuatie toch naartoe trekt. In eerste instantie waren het de Duitse infanterie die toen kwam. En die werden weer opgevolgd door valschermjagers van het regiment Hübner. En die waren eigenlijk ten opzichte van de mensen veel strenger. En daar moesten mensen zich soms voor gaan schuilen, omdat die mee werden genomen dus voor werkzaamheden in Duitsland. Het was een verschrikkelijke trommelvuur toen die tweede aanval kwam in 27 oktober. En
Heel veel mensen waren toen al niet meer in Mijl, weet niet, dus die hadden het adres opgezocht waar ze dus in 10 mei waren geweest. Alleen mensen die per se daar moesten zijn, om niemand laat zijn koeien in de steek. Hè. Zodoende, weet je niet, zaten wij dus in dat vuur. Gelukkig hebben wij toen wat ruimte gevonden, iets buiten het dorp. En daar hebben wij de oorlog overleefd, weet je niet. Ik heb heel veel dingen gezien die eigenlijk achteraf, waar ik nog vaak aan terugdenk. Want ik ben die dag nooit meer vergeten. Ik was toen 15 jaar, dus, want toen de oorlog uitbrak was ik 9 in mobilisatie. Daar heb ik wel goede herinneringen aan, omdat die bij ons langs de jongensschool bevolkte. En voor mij was het leuk om die appels te zien 's morgens. Er kwamen horenblazers aan te pas. En ja, het was, je kon de uitmonsteringen zien en dat was prachtig, weet je niet. Dus. En daarbij hoefde ik maar een halve dag naar school. Weet niet, dus op een gegeven moment, de jongensschool was helemaal met bedden bedekt, want er lagen militairen. Hè? Ongeveer tussen de 1000 en 1500. En diezelfde militairen die daar in de school lagen, die hadden hun werkterrein op de Vossenberg. Want ze marcheerden 's morgens wel eens weg en dan zag ik ze die 's avonds terugkomen. En ik kon ook ruiken wat ze te eten kregen, want we woonden er maar 10 meter vanaf. En als ze erwtensoep kregen, was dat voor mij heel duidelijk dat het erwtensoep was. Veel mensen moesten evacueren in de oorlog en verlieten met pijn in hun hart hun geliefde Mijl. Ze gingen naar Heusden. En vooral de zorg om wat je achterliet. Wat is er nog over als ik terugkom? Wat staat er nog van mijn boerderij? Ja, is mijn huis nog wel, staat er alles in wat ik niet mee kan vervoeren? Ja, dat is een hele zorg. Daarbij moet ik zeggen dat er na de oorlog een periode is geweest dat je in Mijl niet te veel over de oorlog mocht praten. Want het was zo hard geweest en de mensen hadden zoveel meegemaakt. En dan praat ik nog niet over de mijnen die er ook nog eens een keer 10.000 neer werden gelegd. En het vervelende was dat je dus op een plaats waar een granaat een weg doorboort, dat je daar ook een mijn in kunt leggen. En vandaar dat je overal tegenkwam, die dingen. Hè. Dus ja, en dat is natuurlijk een heel moeilijke periode geweest. En ik kan me nog herinneren dat ons paardje, een Fries paard, mijn vader had een boerderij, dat die dus weg was geduwd ergens in een buitengebied. Dicht bij de kanalen waar ze achter lagen. En er stond heel veel groen rondomheen. En vandaar dat je zich dus daar veilig voelde, althans met andere paarden. En toen heeft mijn vader een keer de vrijheid genomen om dat paard te gaan halen. En toen bleek dat de Duitsers achter de kanalen hun hadden gezien. En toen begonnen ze met het geweertje te schieten. En het gevolg daarvan was dat ze in een diepe sloot sprongen en toen ze bijna thuis waren, toen kregen ze mortieren, scherven mortieren. En hij had er eentje in zijn bil zitten, een scherf. En ik weet nou nog steeds niet of dat scherf eruit is gekomen of dat het erin is blijven zitten. Achteraf is het paardje toch hier gekomen. Er waren een paar jongens die hebben die gehaald. En dan werd er 25 gulden betaald. Dan zei je al met die paarden even, weet niet, en er gebeurde niks. Die konden er gewoon op gaan zitten en die reden gewoon naar huis toe. Maar het vervelende was, die werden in een boerderij geplaatst omdat ons huis ongeschikt was door het laten springen van de kerk. Nou goed, en dat paard dat brandde af door het hooi wat er dus bovenop zat, want die boerderij werd in brand geschoten. Meer dan 100 boerderijen hebben hetzelfde lot gehad hier, dus je kan je nagaan hoeveel ellende dat er was. De pil heeft een belangrijke rol gespeeld. In 1939 werd de pilraamstelling aangelegd als verdedigingslinie. De pilraamstelling werd versterkt door mijnenvelden en vanaf het najaar van 1939 werden de Nederlandse militairen altijd in staat van alertheid gebracht. In het oosten werden om de paar honderd meter buitenposten geplaatst in de vorm van kleine betonnen kazematten. De Duitsers braken elders door en de Nederlandse militairen werden teruggetrokken uit Mijl zonder een schot te hebben gelost. Mijl werd pas in oktober 1944 onderdeel van het slagveld.
Dit kwam doordat Meil de enige bruikbare weg door het moerassige Peelgebied was. En je kunt zien, natuurlijk heeft de Peel een belangrijke rol gespeeld, omdat er natuurlijk een natuurlijke barrière was. Hè? Dus als je dit weggetje weer afsloot, dan moesten ze links en rechts van die weg door de modder. En ik ken bijvoorbeeld nog het gevalletje voorstellen van Harry Verstappen. Die had in de septemberdagen van 1944 een ketting over de weg getrokken om die Duitsers tegen te houden die terugkwamen, weet je wel. En die wou er eentje laten vallen. Dus dat is ook gebeurd ook. Maar ze moesten wel heel hard door de Peel wegrennen, want ze hebben ze heel lang nagezeten. Als Harry het tenminste heeft dat zo verteld en heeft ook zo opgeschreven. Dat was dus hier die weg naar Heusen toe, waar dus die evacuatie. Van de andere kant was het natuurlijk een gebied wat gebruikt werd, waar ze achterin gezeten. Vandaar ook dat eigenlijk in 1917, in de Eerste Wereldoorlog, al onderzoeken zijn geweest om de mogelijkheid om hier een linie te maken. Vandaar ook dat er een linie is gemaakt, weet je wel, toen een peelraamlinie. Zuid-Limburg is vrij makkelijk bevrijd. Je hebt dat in Mes kunnen zien, er zijn soldaten binnengekomen en ze zijn doorgetrokken. Dat is feit het verhaal. Maar in Meil weigerde de bezetter terug te gaan. En de geallieerde peer, dat was, schoot elkaar op en neer. En bij de Vossenberg bijvoorbeeld, waar het gedeelte van de stelling, van de peelraamstelling nog ligt, ja, daar is in het begin van de oorlog, heeft er niks plaatsgevonden. Maar op het eind van de oorlog was dat juist waar ze elkaar op en neer schoten. En dan maakten de Duitsers daar gebruik van en dan de geallieerden. Dus die veiligheid, het heeft lang geduurd voordat ze hier weer opnieuw door kunnen trekken. En dat is het verhaal, totdat we op 17 november de echte bevrijding hebben gekregen. Ja. En ik denk dat je onmogelijk een besef kunt hebben van vrede, wat dat betekent, en ik kijk vooral naar de jeugd, wat betekent vrede als je niet weet wat onvrijheid is. Om dat te herdenken wordt er momenteel gewerkt om in de Vossenberg een peeltroef te realiseren. Het publiek kan dan naar het verhaal luisteren wat er op die plek heeft plaatsgevonden. De Vossenberg willen wij dus maar mede omdat er in het begin van de oorlog weinig gebeurd is, dus maar toch onder de aandacht brengen. Het zijn tenslotte rijksmonumenten. Bij de jeugd, maar ook bij andere mensen die vaak daaraan voorbij lopen en de kazematten nog niet eens zien liggen, ja, willen we onder aandacht brengen met het verhaal wat daarbij hoort. En ja, we hopen dus, zeg maar, in ieder geval 17 november dat te doen. We hebben vanmorgen bericht gehad dat de kleinzoon van David McKellar dan in mei al aanwezig is. Dus het verhaal van David McKellar, zijn kleinzoon, komt dat hier beluisteren, komt hier kennis maken met de Vossenberg. En wat met zijn grootvader is gebeurd. Volgende week aandacht voor de muzikale eerbetonen aan de bevrijding. En opnieuw bijzondere verhalen. Tot volgende week.